Waar is Mo? I don't know, yo. Mo, waar ben je? Dat weten ze gewoon niet. Dus jij zegt het probleem tussen de Marokkaanse vrouw en de Marokkaanse man is een... Communicatieprobleem. Communicatiestoornis, zeg ik altijd. Niet alle mannen en vrouwen zijn hetzelfde. Misschien meisjes die kunnen in Hinaïan gaan ze uit Marokko trouwen. Dat is een ander verhaal. Dan in de moskee van Kate Vehmoes. Ik heb 2 kinderen en gescheiden, dus ik weet hoe dat is. Lastig. Gevoelig onderwerp. Ben jij al aan de vrouw? Nee. Wil je een oproepje doen? Ja. Nou ja, goed. Voor alle vrouwen die aan het kijken zijn en die denken van, hey, dat lijkt me een leuke jongen. Voilà. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, af en toe wel een drama hoor. Ik hou van hem. Ik ben gek op hem. Hij is ook gek op mij. Hoe zie jij het daten tussen de Marokkaanse man en de Marokkaanse vrouw? Hoe zie ik wat? Het daten. Het daten? Ja. Wil ik geen antwoord op geven. Geen uitspraken? Nee. Wat is je naam? Geen commentaar. Mo. Hey, zij is moeilijk hè jongens. Valt echt wel mee. Stop met acteren, niet doen. Bam! Je dacht, ik knal er gelijk in met dit privévraag. Natuurlijk. Ja, ik heb niks te klagen, goed. Over alle vrouwen kan ik hetzelfde zeggen. Ja, die moet je gewoon negeren. En vanaf dag 1 moet je gewoon genegeerd worden. Dus nee, maar op een juiste manier. Nee, voordat het heel negatief uitvalt. Hoe red ik me hieruit? Hoe red ik me hieruit? Nou, ik kan niet zeggen ik date met meerdere vrouwen. Oké, en bedankt, Anwar.